Het is 31 mei 1959 wanneer het Braziliaanse Santos in Groningen arriveert. Met daarbij het wonderkind Pelé rechtsonder op de foto. Pelé speelde met Santos een oefenwedstrijd tegen Feyenoord in het Oosterpark. Gerrit Helsma was erbij als toeschouwer. En de beste voetballer aller tijden maakte grote indruk op iedereen. Schitterend gezicht, schitterend. Enorme sfeer, het stadion, het geluid weer, dat verbrak alles, zeg maar. Het was ook schitterend, iedereen stond op de banken. Aan de overkant, waar nou de Tony van Leeuwen tribune staat, daar was het Treslinghuis. Het publiek stond zelfs op het Treslinghuis te kijken. Dus je kan, en het werd een enorme wedstrijd, een schitterende wedstrijd. Het had niet veel gescheeld of Pelé had nooit gespeeld in het Oosterpark. Het Braziliaans gezelschap verbleef in Hotel Hofman in de stad. En dat was niet alles naar wens. Sterrenlures was de heren voetballers toen ook al niet vreemd. En toen kwamen ze bij Hotel Hofman en toen bleek dat hun kamers, er was geen bad. En dat is een hele toestand nog geweest, want ze wouden eigenlijk rechtsomkeerd. Maar door tussenkomst van de organisatoren is dat gelukkig niet gebeurd. En is de wedstrijd alsnog dus gewoon doorgegaan. Feyenoord is uiteindelijk geen partij voor Santos. Mede door een uitblinkende Pelé die zelf ook scoort, worden de Rotterdammers met 3-0 van het veld geveegd. Het wonderkind Pelé maakte zijn status meer dan waar. Iedereen had het over Pelé en ja, men adoreerde hem eigenlijk. En het was zo, hij speelde ook de sterren van de hemel. Je zag hem, ja, en alles zag je dat een wereldvoetballer werd. Dat was het natuurlijk al, maar de jaren erop ook. Schitterend. Ja, enorm. Enorm. Als je nou nog meer video's wil zien van RTV Noord, dan kun je je abonneren. Dat dus hier. Maar als je denkt, ik wil gelijk door naar de video's, kan ook. Dan kun je door naar touw. Hoi!